Abonneer je nu op het Efteling YouTube-kanaal en mis geen enkele video. De Efteling. Iedere dag weer een wereld vol wonderen. Zo ook vandaag weer. Oh jee. Ja, een wereld vol wonderen, dat is het zeker. Maar ook een wereld vol klusjes. Sorry, kabouter. Wel leuke klusjes, hoor. Assenpoester. Gevonden. En gepoetst. Voor sommigen is dit zelfs hun droomklus. Vaak hier. Ik kom de tulpenwater geven. Met in deze aflevering Ruben als propper en Senne als waterrat. Welkom bij Efteling Droomklus. Hey Senne. Hallo. Hoi, ik ben waterrat Daan. Oké, hallo. Ik heb gehoord dat jij mij vandaag komt assisteren. Ja. Nou, dat is hartstikke fijn, want ik zocht al een goede rechterhand. Ik heb zelf twee linker. En om je er echt bij te laten horen, heb ik natuurlijk deze mooie badge. Zo, nu ben je een echte waterrat, net zoals ik. Wauw. Weet je toevallig uit hoeveel procent water de Efteling bestaat? Ik denk 60. Iets minder, het is 13%. Oh. Het lijkt weinig, maar het is echt heel veel. Weet je ook waar we overal water hebben? De Gondoletta. Heel goed, daar heel veel water. Hier. Ook heel goed. En in het Sprookjesbos is ook nog veel water, in het Kabouterdorp bijvoorbeeld. Zoals we eerst even de Vliegende Hollander gaan verkennen. Oké. Okay. Kom, dan gaan we. Dan zijn we in de haven. Ja. Het is nog een beetje donker, maar wel mooi weer denk ik, vind je niet? Heel mooi. We moeten onderweg even goed opletten of we nog bijzondere dingen zien. Oké. Okay. Okay? Ja. Kom, dan gaan we. Zit je goed? Ja. Dan kunnen we gaan. Daar gaan we. Hallo, Silver. Goeiedag, Ruben. Hallo. Hey, hey, Box. Ik ben Peter. Ik ben de propper van de Efteling. Okay, ik maak heel de Efteling schoon. Kom jij mij vandaag helpen? Ja. Ja? Kijk eens wat ik voor jou heb. Na een plaatje. Een propper. Heb je er zin in? Ja. Kom op, hop. Start hem maar, Ruben. Ja, zo. Nou. Hebben we hier allemaal joystickjes? Doe er maar eens aan zitten, aan die. Zie je hem? Zie je hem gaan? Gaat hij de andere kant op. En dan kun je alle hoeken vegen. Kun je alle stoeprandjes allemaal goed vegen. Zie je dat? Zo doen we dat elke dag. Elke dag maken wij heel de Efteling zo schoon. Zo Senne, dat was weer een spannende vaart, vond je niet? Ja, heel spannend. Is je nog iets opgevallen onderweg? Was het niet zo mooi weer als we verwacht hadden? Nee, een beetje stormerig. Ja. Weet je wat storm precies is, Senne? Veel wind en regen. En zo. Ja, dat klopt. En ze meten het aan de hand van de windkracht. Die gaat van 1 tot 12. Vanaf windkracht 9 of meer noemen ze het storm. Vanaf 12 wordt het zelfs een orkaan. En bij een orkaan komen windsnelheden van 100 km per uur en meer. Zelfs wel eens 300 km per uur of iets meer. Wow. Maar ja, het is toch wel vreemd dat het op deze plek in de Efteling altijd stormt. Mm-hmm. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Kom. Storm, hè? Ja, goed ding. O, gij zult varen tot het einde der tijden. Kom, schip, de Vliegende Hollander van kapitein Willem van der Dekker. Wegwezen hier. Nou, we net op tijd de Efteling klaar met vegen. Ja. He? Dat ging maar net goed. Dat had echt druk gehad. Nou, dit is de veegwagen. Weet je al een beetje hoe het werkt hier? Ja. Ja? Nou, dit zijn de borstels dan? Ja. Deze kan je met dus een schakelaartje, zeg maar, ja, naar beneden, naar boven en naar links en rechts laten gaan. Ja. En die draait heel hard rond. Ja. En dan gaat de troep die gaat dan naar het midden toe zo. Ja. En ja, wat zijn dit voor dingen dan? Hier komt water uit. Water uit. En deze is voor? Als het stoffig is. Hieronder zit een hele grote zuigmond. Nou, die zuigt dan alles zo naar binnen toe. Zo de bak achterin. Ja. En dan gaan we zo meteen lossen. Dat doen we hier aan de zijkant. Ja, allemaal knoppen hier zitten. Met deze knop doen we de bak omhoog. Met deze gaat ook de bak omhoog. En dan moeten we eerst deze induwen. Helemaal naar boven.
leeg. Box. Kom maar. Zo, Senne. We zijn weer aangekomen bij de Piranha. Ja. Dan gaan we even de pH-waardes van het water testen, want dat is heel belangrijk. En weet je wat de pH-waardes zijn? Nee. Dat is een moeilijke term, hè? Dat geeft de zuurgraad aan van het water. Dat gaat van 0 tot 14. 0 is heel zuur. En eigenlijk moeten we in het midden zitten. Tussen de 8 en 9, 7 en 9. Dan hebben we goed water. En hiermee gaan we dat testen met stripjes. En als ze groen kleuren, dan is het water goed. Het water moet natuurlijk niet zuur zijn, hè? Want dat is ook niet goed voor de vissen die er leven en ook niet voor de gassen die onder het water worden gespetterd. Ja, ik kan er hier niet bij, jij wel? Ja, met de emmer. Dus vandaar die emmer, inderdaad. Kom, dan gaan we water halen. Laat maar zakken. Wat denk je, hoe ziet het eruit? Goed. Dan mag jij zo'n buisje pakken. En even vullen met water. Ja, en dop erop. Die nemen we mee. Wist je dat alles waar water in zit ook een pH-waarde heeft? Dus ook in eten, drinken en in jou. In je lichaam zijn verschillende pH-waarden te meten. Want de mens bestaat voor meer dan de helft uit water. Dat water zit bijvoorbeeld in je hart, je longen, je hersenen, je darmen en je maag. De maag heeft een lage pH-waarde en is dus zuur. Terwijl je darmen een hoge pH-waarde hebben. Deze verschillen zijn juist goed. Zo Ruben, nou hebben we het park schoongemaakt met de veegwagen. En we hebben met de bladblazers de blaadjes uit de bossen geblazen. Ja. Hoe denk je dat we nou het park schoon gaan maken? Met de hand. Met de hand? Nee, bij de Eftelingen hebben de proppers een emmer en een knijper. En het is lekker weer, dus kom, daar gaan we. Dit is een groot probleem. Hier wordt hij niet vrolijker van. Ja. Kom, we gaan hem helpen. Is goed. Hoe had ik ook nadenken? Ja. 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 Zo, probleem opgelost. We zijn nu bij de gondoletta-vijver. Zullen we hier eens een monster nemen? Oké. Plastic flesjes in het water. Nee. Dat hoort niet. Wil jij die er even uitscheppen? Ja. Zo, dan ga ik even onze collega's de proppers even een berichtje sturen. Ja. Dan kunnen die de flesjes gelijk weer opruimen. Nou, Ruben, ik heb net bericht gehad van de waterratten en die hebben plastic flesjes in het water gevonden. Daar gaan we nou naartoe, dan gaan we ze opruimen en dan vertel ik onderweg wat we ermee gaan doen in de Efteling. Ja. Wist je dat plastic niet in de natuur groeit? Nee, het wordt gemaakt door mensen. Meestal van aardolie. Plastic heeft voordelen. Zo blijft het lang goed, het is niet zwaar en het is goedkoop. Maar plastic heeft ook veel nadelen. Het verteert niet, zoals bijvoorbeeld het klokhuis van een appel. Dus als je plastic in het bos laat slingeren, dan kan het er over 100 jaar nog liggen. Als je plastic verbrandt, komen er giftige stoffen vrij. Maar als je plastic recycelt, wordt het schoongemaakt, gemalen, gesmolten om er weer iets nieuws van te maken. Recycling is daarom beter voor het milieu. Zo Ruben, nou hebben we die flesjes hebben opgeruimd, petflessen. Weet je wat pet betekent? Nee. Nee? Het is een heel moeilijk woord. Ik heb het op een briefje staan. Kun jij het oplezen? Polyethyleenflataat. Polyflataat. Nou, dat is moeilijk, dat doen we niet meer. We noemen het voortaan gewoon petfles. En die gaan we allemaal inzamelen in Efteling. En die gaan dan allemaal zo naar de recyclefabriek. En dan gaan ze er allemaal weer nieuwe dingen van maken. Weet jij een beetje wat we daar nog van kunnen maken? Jassen bijvoorbeeld. Of een trui of een t-shirt. Ja. En een pen bijvoorbeeld. Schoenen.
als we allemaal doen en dan hebben ze een speciaal woord voor, dat is duurzaamheid. Ja. Ja? En dat is beter voor de natuur. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Ja. En wat doe jij thuis allemaal voor het milieu? Thuis heb ik dus ook een knijper. Knijp ik dus zeg maar de wijk schoon een beetje. Waarom vind je dat belangrijk? Nou, ik vind het heel belangrijk voor de dieren en voor de natuur. En omdat het natuurlijk veel mooier uitziet in de straat, bijvoorbeeld als er geen afval ligt. Heel goed. Hey, die flesjes. Wij hebben in de Efteling hebben we speciale vuilnisbakken voor petflesjes. Zullen we daar eens naartoe gaan? Ja. Gaan we ze daarin gooien? Ja? Ja. Kom. Nu zijn we in het Lavelaar. Weet jij wat voor mooi ding dat is? Een waterrat. Een waterrat, dat klopt. En wat zijn wij? Waterrat. Er zit wel een verschil in. Wat is het verschil? Die draait rond, dat weet ik niet. En je schrijft het anders. Wij zijn waterrat met een T en dat is een waterrat met een D. En wat is de werking nou van zo'n waterrat, weet jij dat ook? Voor energie. Inderdaad, ook voor energie. Door de kracht van de waterstroom wat naar beneden valt, valt het in dit geval in de kruiken, waardoor het rad gaat draaien. En dat wekt energie op. Kom, we gaan de monster nemen. Dit is de bak waar we de petflessen in inzamelen. Wist jij dat 15-20% in het restafval van de Efteling petflessen zit? En als het daar in die bak gaat, dan wordt het verbrand. En als we het hierin doen, dan wordt het gerecycled. Goed. En de afgelopen jaren hebben we al meer dan 1 miljoen ingezameld. Zo. Goed, hè? Ja. Zullen we het ook doen? Ja. Oh, dank je wel. Oh, dankjewel. Kijk hier. Er staat ook een speciale automaat om flessen in te zamelen. Zo, Senne, daar zijn we dan. Ja. Nou, dan gaan we de pH-waardes meten, want dat is belangrijk. Weet je nog wat het ook alweer moest zijn? Tussen de 7 en de 9. Heel goed. En dan hadden we deze stripjes voor, hè? Zo, hier ligt het resultaat. Ja. En? Allemaal goed, behalve de zuurstokfontein. Die verdraaide heks. Ik zal er eens langs gaan, want dat kan zo niet natuurlijk. Inderdaad. En de rest? Allemaal goed. Ja, keurig groen, hè? Ja. Nou, dat hebben we dan goed gedaan. Ja. Dan hebben we nog 1 klusje voor vandaag. Kom mee, dan laat ik het je zien. Ja. Zo, dan zijn we hier bij het laatste klusje beland. Want het gaat niet alleen om het water zelf te testen. Maar we zorgen ook voor het behoud van onze dieren die bij het water horen natuurlijk. En mijn vrienden de kikkers, die zijn de hele dag trouw water aan het spugen. Maar wat doen die duiven ondertussen? Die gaan erop zitten. Helemaal onder het poep. Zie je dat? Ja. En ze zijn zo hard aan het werk, dus ik had beloofd ze vandaag even te poetsen. Gaan we even boenen. Als je straks de kikkerkoning ziet met zijn gouden bal, dan moet je die gouden bal ook nog even meepakken, ja? Wil je geen Efteling-video meer missen? Abonneer je dan nu en laat in de comments weten wat jouw favoriete Efteling-droomklus is.